De bouw van de laatste woningen aan het Waalfront gaat binnenkort van start. Gemeente Nijmegen en ontwikkelaars BPD en Lingotto hebben een contract ondertekend voor de bouw van ruim 400 woningen. Hiermee gaat het project rondom de Nieuwe Honig de laatste fase in. De bouw van de laatste woningen gaat pas in 2026 van start, maar de ondertekening van het contract betekent wel de laatste fase van een lang en groot project. Over 5 jaar moet het Waalfront helemaal klaar zijn. Een plek waar wonen en cultuur samenkomen. Hier komt de laatste fase van deze hele gebiedsontwikkeling van ruim 2000 woningen. In deze laatste fase zijn 440 woningen die hier komen. Maar ook heel veel voorzieningen zoals een hotel, werkplekken, restaurantjes en dergelijke. Al sinds 2007 werken we hier aan het Waalfront. Dat heeft uiteindelijk best lang geduurd door allerlei redenen. Dus we zijn blij dat we nu in de laatste fase gaan. Zodat hier over een aantal jaren toch een flink aantal mensen een woning kunnen zoeken die bij hun levensstijl past. Het feit dat je nu aan de Waal kan wonen met alles wat hier gebeurt in het Waalkwartier. Dus ook met Iris die al van start is gegaan. Maar wat met deze 3-4 extra blokken die erbij komen, heb je een unieke locatie aan de Waal. En die voorzieningen die daarbij komen zijn gewoon de kerst op de taart. Het gaat om 440 duurzame woningen voor verschillende doelgroepen. Heel divers programma. Er zitten heel veel sociale huur in, ongeveer 100, waarvan 40 zorgwoningen. Maar er zullen ook 30 of 80 middendure huurwoningen bijkomen die dan naar het woningfonds van BPD zelf gaan. En voor de rest een heel divers programma aan koopwoningen. Beginnend bij rond de 3 ton en oplopend naar duurdere woningen. Het is een project dat in totaal zo'n 20 jaar duurt. De laatste fase is dan ook een feestelijk moment voor de betrokken partijen. Uiteindelijk moet het een droomwoonplek worden met een unieke combinatie tussen nieuwbouw en oude industrie. Oorspronkelijk was het idee om alle gebouwen die er stonden om die te slopen en om daar woningen te bouwen. Nou, in de loop van de tijd zijn we daar toch anders over gaan denken. En we hebben toch waardering gekregen voor dat industrieel erfgoed dat ook heel belangrijk is voor de geschiedenis van Nijmegen. Het wordt een hele krachtenvolle wijk, want de bestaande honig blijft natuurlijk behouden. Dat geeft natuurlijk zo meteen heel veel karakter aan het plan. Ook de oriëntatie op het water is natuurlijk heel bijzonder. Dus het wordt een heel gevarieerd mix van nieuwbouw, maar ook bestaande bouw. Daar komen restaurants, een hotel, een culturele broedplaats. En daarmee maak je eigenlijk een heel mooi stukje stad.